Vincent, wat gebeurt er? Hij is terug? Hallo? Groep 808, hij is terug. Wie is terug? De buurman. Oh shit! Ik ben klaar om hem te killen. Ja, hij is vermist, jongen. Je moet hem redden. Redden? Vandaag is weer tijd voor Hello Neighbor. Vandaag spelen wij namelijk Hello Neighbor All Part 1. Die komt een paar dagen geleden achter. Dat is een beetje precies hetzelfde als Hello Neighbor zelf. Wij moeten proberen in te breken in een huis. En ik kan zeggen, hij is spannend. Hij is spannender dan Hello Neighbor zelf. Dus dat gaat wel even een dingetje worden. We moeten inderdaad weer inbreken. Wij moeten inderdaad weer inbreken bij de buurman. Want hij is vermist. Of zo. Willen jullie vaker Hello Neighbor? Abonneer dan zeker weten op mijn kanaal. We gaan richting de 800.000 abonnees. En vergeet dan niet op het duimpje omhoog te drukken. En dan is het nu tijd voor Hello Neighbor 2. Kijk waar we nu zijn beland, bij het huis van de buurman zo te zien. Dit is zo te zien de Hello Neighbor Alpha 2 huis. En daar zie je hem dan jongens, meneer de kraai. Ik dacht zelf dat deze dude de buurman zelf was, maar helaas is dat niet zo. We zijn blijkbaar dus een journalist en wij moeten kijken waar de buurman heen is. Die is blijkbaar ontvoerd. En Hello Neighbor zelf moet je proberen de kelder te ontdekken. Nu moeten wij dat kamertje daarboven proberen te openen, ook wel de zolder. En daar zijn we dan jongens. En dit is zo te zien de buurman die vermist is. De buurman is dus blijkbaar vermist. En die is opgesloten door de kraai zelf. Dus ik dacht de hele tijd dat de kraai de buurman was. Maar dat is blijkbaar dus niet zo. Dat is de deur die we moeten openen. En hoe we dat gaan doen, ik heb echt geen flauw idee. Oh, dat is de sleutel die we moeten hebben. Maar dat hangt boven vuur. Oh my god, dit voelt zo goed. Dit is inderdaad de Alpha 2 huis. We hebben zo te zien weer een koevoet nodig en een gele sleutel. We weten waar we die gele sleutel kunnen vinden. Maar ik heb geen flauw idee waar we de koevoet kunnen vinden. Wat hebben we hier allemaal? Dit is zo te zien mijn busje. Zo enorm mooi. Hoor ik de kraai nu al buiten? Want ik wil nu weten wie dat is. En hoe gaan wij de buurman redden? Wat? Wat hoor ik nou weer? Heeft hij me gezien? Ik weet niet eens waar hij zelf... Yo, dude! Wat is er, man? Waarom rent hij naar buiten? Ik sta hier gewoon veilig. Dus je denkt, ik neem een vuilniszak mee. Twee zelfs. Maar laat ik even in mijn busje kijken. Want hier zijn blijkbaar een aantal spullen. Waaronder een camera en een televisie. We weten namelijk hoe dat nu werkt. Want dat zagen we namelijk in Hello Guest. Oké, okay, wat hebben we hier nog meer? Ik zie hier allemaal huizen. Want we kunnen hier gewoon nu rondlopen. Wat zie ik daar hangen? Een elektriciteitskabel. Ik zie daar ook wat. Oké, dat is zo'n engine die we eventueel kunnen gebruiken. Klim even op het dak. Als we dan dit even meenemen. Oh, we krijgen dan ook meteen een stroomkabel. Hé, dat is ideaal. We nemen dit gewoon allemaal mee. Guys, we hebben een goed begin. Dus we springen naar beneden. Zo, huppakee. Oké, als je valt, verlies je dus alles. Nou, waarom zijn, zie ik hier in één keer een aantal kraaien? Is hier mijn televisie misschien? Ik hoop dat hier mijn televisie is. Oh, die ligt hier zo te zien. Oké, die nemen we gewoon eventjes gezellig. Maar heb ik alles? Ja, ik heb zo te zien alle dingen die we nodig hebben. Oké, laten we naar het huis toe lopen. Het wordt zo te zien al donker. Ik vind het niks, guys. Ik vind het niks. Waarom moet ik hem rondblussen? You okay, meneer de kraai? Gaat alles goed met je? Oké, we lopen nu eventjes binnen. Hopelijk komt hij hier niet. Meneer de kraai, gaat daar boven alles goed? Oké, wat hebben we hier allemaal liggen? We kunnen een oven openen. Er zit niks in. Nou, ja, er zit ook niks in de koelkast. Nou, dat is ook niet echt gastvriendelijk. Weet je wat? Ik ga eventjes alle belangrijke spullen die we nodig hebben eventjes droppen in mijn kinderwagen. In mijn busje die je niet moet vertrouwen. Misschien dat ik wel de camera even mee wil nemen. Dus die kunnen we namelijk wel even gebruiken. Laten we naar boven lopen. Ik hoor meneer de kraai. Waar is hij? Is hij daar? Volgens mij is hij daar. Maar de deur is op slot. Ik heb geen idee hoe ik naar binnen kom. Zou er een andere weg misschien? Misschien kunnen we via het dak zelf. Laten we dat gewoon even proberen. Oké, we springen hierop. Oh god. Hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Wat als we hier blijven staan? Zeg niet dat hij naar me toe gaat vliegen, hè? Hallo? Meneer de kraai, you okay, bro? Oh, nee, nee. Mijn spullen. Is dit verdomme serieus? Maar al mijn spullen liggen daar nu. En ik heb die camera nodig. Ja, je hoeft me niet aan te staren, vriend. Wow. Hij gooide wat op mij. Kraai, wat doe je? Hij yeet me dus maar gewoon. Wat? Hij gooide naar mijn televisiescherm. Ik wil mijn spulletjes even hebben. Yo, ligt hier mijn camera? Hier ligt mijn camera. En pak de televisie. Go, 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 go. Oh my god. Nu
dit is wel echt een stuk enger dan Hello Neighbor. Oké, okay, we springen deze kant even op. Ik ben benieuwd hoe hoog we kunnen klimmen. Oké, okay, we gaan hier staan. Wat zie ik daar trouwens? We moeten hier een code voor nodig hebben. Oké, okay, deze is dicht. Ah! Oh god! Oh nee! Oh my god! Ja, nu gooit hij me weer... Ah, loser. Hij viel. Ah, wat een loser. Oké, okay, we zijn nu achter een gordijn verstopt. Daar kunnen wij dus de sleutel vinden. Kunnen we hem gewoon pakken? We gaan even kijken. Nee, het is zo te zien te warm. Dat kan dus zo te zien niet. Hoe de fuck gaan we dan die sleutel pakken? Jongens, dit is echt eng. Ik zie daar wel een soort van hendeltje die langzaam omlaag gaat. Wat doe je? Hij heeft er een stoel in gegooid. Waarom valt hij nou weer dan? Wij gaan hier even weer naar buiten. Want ik zag daar net wel even een slot. Ah! Oh my god, dude. Oh god, wat gebeurt er? Waar is mijn camera nu heen dan? Is die boven? Volgens mij is die nu boven, of niet? Nu moet ik weer naar boven klimmen om te kijken waar mijn spulletjes zijn. Hij heeft mijn televisie van... Yo, geef mijn televisie en gooi hem maar op mij. Oké, ik word weer gejiet. Mag ik alsjeblieft mijn camera terug? Ja, gooi maar. Ja, dankjewel, jongen. Goed zo. Ik zag dat we daar een code nodig hebben. Misschien weet de kraaimeneer het wel. En ik heb eigenlijk wel een idee hoe we dat enigszins kunnen doen. Wat als ik hier een camera plaats? Misschien kunnen we dan via de camera zien wat voor code hij daar invult. Is hier misschien mijn camera? Please. Is hier mijn camera? Zeg dat hier mijn camera is. Waar is mijn camera die ik nodig heb? Oh god, hij heeft me gezien. Ik heb mijn camera nodig! Ik heb mijn camera nodig, maar ik weet niet waar die... Kat met spullen op me gooien! Is er niet misschien een andere weg of zo? Crime meneer heeft me gezien, volgens mij. Heeft hij me gezien? We kunnen hier eventueel klimmen, denk ik. Oh my god, really? We kunnen zo te zien hier glitchen. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Waarschijnlijk is dit een glitch. Oké. Okay. We gaan hoger klimmen. Dat doen we even mooi. We staan nu gewoon op het dak. Oké, okay, dit is wel een easy manier om die sleutel te krijgen. Maar ik weet oprecht niet waar mijn camera is. Vuur staat nog steeds niet uit. Maar waar is mijn camera? Dat is mijn vraag. Waar is mijn camera? Nee, niet dingen ingooien. Hallo? Meneer Kraai? Daar was meneer Kraai. Weet jij waar mijn camera is? Hij heeft gewoon mijn camera gestolen. Hij heeft hem letterlijk gestolen. Oh, hier is de camera. Hier is de camera. Oh my god. Weet je wat? Vluchten. Wegvluchten. En dan gaan we onze tactiek doen. Hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Hier. Ga het heen. Ga het heen. Nee. Ah, nu heeft hij mijn televisie vast. Hij speelt met mijn gevoelens. Je speelt met mijn gevoelens. Ik wil alleen weten waar de buurman is. Ja, waarom val jij nou weer? Wat een loser. Oké, ligt hier mijn televisie? Ja, die ligt hier zo te zien. Als we nu naar boven gaan en die camera plaatsen, kunnen we achterhalen wat voor code het is. Dus dan moeten we snel doen. Kom op. Als we deze even hier plaatsen, staat de camera hier namelijk gewoon. En als we dan nu afwachten, het vuur is bijna op. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Kom op, dit is echt zenuwslow. Ik kan hem nog niet pakken. Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb de sleutel! Oké, we gaan vanaf hier naar boven klimmen. Kom op. Oh my god, we did it, guys. We did it. Kunnen we hem meteen dan die slot eraf halen? Wat als we hier nu filmen en we kijken dit? Oh, wat? Komt, probeert hij naar boven te komen? Nee, 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 nee. Yo, hij zit achter me aan. Yo, doe dit niet. Kappen. Oh my god, ik gooi dit op hem. Ik gooi dit op hem. Het heeft geen zin zo te zien. Ik heb niks gedaan. Waarom gooi je me meteen? Ik deed niks. Pak de sleutel weer en ik pak ook meteen even weer de televisie. We halen het slot eraf. Kom op, dude. Waar is mijn sleutel? Oké, we hebben de deur geopend, zo te zien. Dus nu moeten we een manier vinden om de koevoet te krijgen. Daar is de koevoet! Oké, we moeten het code vinden, maar ik weet niet hoe we die krijgen. Oké, snel deze kant op lopen. Zeg alsjeblieft dat hij die code... Oh, hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Vul de code in. Vul de code in, alsjeblieft. Ga je daar nou een headbanger? Ik heb het nodig. Is dit verdomme serieus? Kan ik hem niet iets van afleiden dat hij daar niet gaat vastglitchen? Het is een alpha-versie, guys. En ik wil wel gewoon weten wat hij met de buurman heeft gedaan. Hé, hey, hier ben ik. Kijk, daar ben ik. Ik ben daar, zie je dat niet? Dit ben ik. Waarom is hij nou de hele tijd geglitcht? Ik heb de code nodig. Dit is echt weer heel jammer. Ik ga even hier op het dak kijken wat hij aan het doen is namelijk. Want we kunnen dit namelijk zo al uitspelen. En ik ben gewoon benieuwd wat er met de buurman is geworden. Waarom loopt hij nu al er niet uit? Oké, wat is hij aan het doen? Is hij daar met een appeltje te gooien? Oké, weet je wat? Volgens mij gaat hij nu lopen. Maat, ik heb die code nodig. Doe niet zo stom. Ga je weer een appeltje eten? Ik heb die code nodig. Jongens, ik heb even research gedaan. De vogel is bij mij geglitcht. En om dat te fixen moet je opnieuw beginnen. Wat ik deed was inderdaad wel goed. Maar de code is zo te zien 3841. Kom op. Laten we die verdomde buurman even redden, yo. Gaan we hier straks een code invullen voordat meneer vogel komt. 3841. Ja! Oh my god! Oh my god! We zijn door! Oké, hopelijk komt hij hier niet. Kan ik de deur ook even op slot doen? 3841. Oké, de deur is nu op slot.
Oké, okay, hij was niet op slot. Ik pak nu gewoon eventjes de koevoet. Kunnen we deze eraf halen? Ja, dat kan zo te zien. Oké, deze halen we er even af. Want de buurman moet toch een code invullen om bij mij te komen. Kunnen wij meteen straks ook even dat andere hout eraf halen? En dan moeten we nog even uitvogelen hoe we daarin komen. Okay, we halen het eraf. Ik weet niet hoe we dat hier doen. Vind ik best wel knap van mezelf. Waar is hij? Oké, hij liep daar zo te zien. Kunnen we die andere ook vanaf hier eraf halen? Oh, dat kan gewoon vanaf hier. Oké, guys. Dan hebben we dit gedaan. Oké, hij is open. Nu moeten we proberen daarin te komen. Kunnen we niet zoals bij Hello Guest erin slingen met een touw? Laten we even op zoek gaan naar een touw. Maar waar we die gaan vinden. Anders weet ik enigszins wel een ander ding wat we kunnen doen. Maar dan moeten we zeker overal in kijken. Hallo? Ja, maar is deze huizen allemaal leeg? Wie ben jij? Nee, ook niet. Is dit touw wat we kunnen pakken? Nee. Anders kunnen we het wel even doen met die elektriciteit die ik net de hele tijd had. Wat zit hij nou achter me aan te lopen? Ga weg! Yo! De meeste huizen zijn zo te zien leeg. Dus ik denk dat ik het inderdaad moet doen met de elektriciteit. Kraai meneer is hier nergens te vinden. Verdomde kraai meneer. Hij loopt achter me. Hij loopt echt. Maar ik... Oké. Hij heeft me gezien. Maar ik weet niet waar hij is. Kunnen we dit hier plaatsen? Nee! Oh, dat kan wel! Oh my god! Ik ga proberen te slingeren. Ik hoop dat dit werkt. Want in Hello Guest kon dit namelijk. Oké, deze plaatsen we erop. Geronimo! Oh! Ja, dit kan! Dit kan! Oh god, waarom zit ik er net niet in? Kom op, bijna. Kom op. Ga erin! That what she said. Haha! Dit moet de bedoeling zijn. Weet je wat? Ik laat mezelf even vallen. Ik moet er opnieuw proberen te komen. Kan ik vanaf hier erop springen? Ik wil weten wat we op de zolder kunnen vinden. Dit is zo anders! What the hell? No way! No way! Spring naar beneden! Spring naar oben! Hij gaat dit nu de hele tijd doen. Dit gaat wel even een dingetje worden. Verdomme! Nee! Kunnen we dit opnieuw doen? Kan ik gewoon die kabel weer pakken? Ja, dat kan. Oh nee! Kom op! Nee! Hij heeft me gezien! Doe! Loslaten! Ja! Oh my god, ik zit erin! Buurman! Ben je hier ergens, buurman? Ik hoor hem op het dak. Nee! Meneer! Nee! Oh, hij is boven me, letterlijk. Wat is dit? Ik zie hier een pak die we kunnen oppakken. Oké, die hebben we opgepakt, zou het zien. En het waait in één keer. Hallo? Yo, waar komt dit weer in één keer vandaan? Het is de buurman. Buurman! Je was vermist. En wie zie ik daar? Daar staat iemand. Ik heb de gamma even wat hoger gedaan om de buurman beter te zien. Buurman! Hier, dat was je pakkie. Ik dacht dat je ontvoerd was, maar je bent hier niet. Wacht eens even, dat is die man die mij had ontvoerd in de Hello Guest. Buurman, kijk me niet zo boos aan. Please, ik heb niks verkeerds gedaan. We gaan naar buiten springen. Kom hier, buurman! You win. Was dit het? Weet je hoe enorm mijn best ik hierop had gedaan? Dit was het. Wat denken jullie wat dit betekent? Laat het achter in de reacties beneden. Hé, ik zie daar weer die meneer in de achtergrond. Dat valt me nu pas op. Bedankt voor het kijken. Laat jouw theorie achter in de reacties beneden. Ik wil het heel graag weten. Ik ben benieuwd wanneer Alpha 2 uitkomt. De volledige game komt uit in 2021 pas. Maar we zullen weer wat aantal alfa's en beta's krijgen. Willen jullie vaker Hello Neighbor 2? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog en abonneer. Dit was dope. Dit was echt heel dope. En dan zeg ik nu, peace!